Hier Jeroen van de Goudse Eend, Biercafé. Vorige keer heb ik de brouwers van Gouda uitgedaagd om het feestbier voor Gouda 750 jaar bestaan te brouwen. En daar komt natuurlijk meteen heel veel positieve reacties van de brouwers op. Maar met allemaal de vraag, wat zie ik als feestbier? Maar dat is het mooie, dat mogen de brouwers helemaal zelf bepalen. Zoiets moois als dit, hoe schitterend ziet dit er nou uit om dat te gaan brouwen. Voor mij, een feestbier is een bier wat een uitgesproken smaak heeft, een bijzonder karakter heeft, maar ook doordrinkbaar. Dat je er een tweede van pakt, misschien een derde. En verkrijgbaar in alle horeca en retail van Gouda. Voor de tweede uitdaging, dezelfde uitdaging blijft natuurlijk staan. Brouw het feestbier van Gouda 750 jaar. Lever het bier eind van januari in bij de Goudse Eend. Gelabeld en wel. En dan gaat in de eerste week van februari de jury gaat het bier beoordelen. Dus de jury bestaat uit een aantal biersommeliers uit Gouda, een aantal prominenten uit Gouda, wat mensen uit de horeca en twee inwoners van Gouda. Het bier is namelijk bedoeld voor de stad Gouda. En jij als inwoner van Gouda kan deel uitmaken van de jury en van dus bepalen welk bier het feestbier van Gouda 750 is. Daarvoor stuur jouw motivatie waarom juist jij in de jury moet zitten naar degoudseeend@gmail.com voor het eind van deze maand. En we kijken welke twee Goudse inwoners deel uit gaan maken van de jury. En zo bepalen wat het feestbier voor 750 jaar bestaan van de stad Gouda. Want het feest is voor ons allemaal. Proost!